Hey jongens, je bent weer Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag heb ik episode 3 van Let's Ghost. En Let's Ghost is mijn Call of the Ghost serie. Of in ieder geval eigenlijk Modern Warfare 3 serie. Die ik speel voordat Call of the Ghost uit is. En laatst had ik jullie gevraagd voor een naam. En Let's Ghost vond ik persoonlijk het leukste. En ik moet toch even snel een naam hebben. Want dinsdag komt Call of the Ghost toch al uit. Dus ik moet niet te lang op die naam blijven hangen. En dit is al de derde match die ik nou heb gespeeld. Ik heb net bij die andere... Nee, dit is de vierde match. Ik heb nou 3 keer een hacker gezien. Al van 2 keer in mijn team, 1 keer in het enemy team, maar hackers, dat vind ik gewoon bullshit. Ook al is het mijn team, daar heb ik echt geen zin in. Dus ik ben 1 keer geliefd, dus hopelijk hier niet. Ik zie in ieder geval al niet hoge prestiges, behalve ja, die kerel in mijn team, die timer of zoiets. En pas op, hier ga ik altijd dood. Altijd, altijd, altijd. En nou niet, nog niet, moet ik zeggen. Ach, joh, oké, leuk. Oh, ik heb hem, lol, hij schoot niet raak of zo. Jort. Waarom heb ik hier geen sensor grenade op? Of sensor mine is het toch? Weet ik hoe dat ding heet. En ik gebruik dat iedereen. En toen begon ik het aan het einde ook te gebruiken. Maar ja, nou in deze gameplay dus niet. Op zich wel jammer, want het kan wel handig zijn. Zullen we even B-cappen? Zullen we even doen? Weet je wel, ik ga even naar die stunt tegenaan en dan bounce je terug. Goed zo. Precies zoals gepland. Perfect. Dan klimmen duurt hier zo lang, maar dat gaat eigenlijk veel sneller in Call of the Ghost. Want ik heb hem ook gespeeld bij een maat van mij. Maar wauw, dat gaat echt veel sneller. Alles gaat sneller. Het rennen, het springen, het klimmen, alles. Dat is zoveel beter. Want hoe vaak word je wel niet gekilled omdat je bezig bent met klimmen of iets in die zin. Al die onzin. Even kijken, want ik heb deze zaken vandaan komen als ik hier loop. Ik heb nog niet veel enemies gezien, dat weet ik wel. 2-0, er staat al iemand achter om 1. Ik snap dat niet, hè. Ik moet ook een submachine gun nemen volgens mij. Dan ren ik gewoon harder rond en dan zie ik wat meer mensen. Want ik zie nooit iemand. Want daar maakt hij kills, maar de enemies moeten hier zijn. Maar hier is helemaal niemand. Wat is dit? Hallo? Hallo? Enemy hunters. Oké, hier rechts zit er eentje van mij. Zo, we hebben in ieder geval dubbel kill. Ik pak denk dat ik een submachine gun, want het duurt veel te lang om met assault rifle rond te rennen. Het is wel handig voor kills als deze. Triple! Als een baas. Oké. Die is ook dood. Zullen we even A-cappen? Zullen we even doen dan? Of gewoon niet? Gewoon eigenlijk even niet. Want als ik nou geen A-cap, dan duurt de match langer. En ik heb toch die punten niet nodig. Want ja, ik speel specialist. Dus ik heb er even schijt aan. Iedereen onderkomt. Even wachten. Want ik ben alleen hier met die paar teammates die gewoon daarvoor lopen. Maar niet te vertrouwen die mensen. Niet te vertrouwen. Oh lol. Kiel zit ook als mis, daar zit er nog eentje mee. Ook 10 om 0. Ja, het gaat lekker. Het gaat lekker. Alleen hier wil ik echt een sensor grenade hebben, maar dat heb ik niet. En misschien ook maar beter, want als je sensor grenades hebt, dan vertrouw je daarop. Maar je moet niet op die dingen. Of sensor grenades, sensor mine. Daar moet je niet op vertrouwen, want mensen met assassin die zien er niet op. En 99% van de mensen speelt met assassin, dus. Misschien ook maar beter dat ik het niet heb. Ja, yeah, er zit ook meer mis als raak. Gelukkig zag hij mij niet. Ze staan allemaal daar aan de hoek. Nou is altijd de vraag. Gelukkig staat de team met daar, die counter de spawns. Maar als je de hele tijd die kant op staat te kijken, dan kunnen ze hier spawnen. Ik pak even Ballistic Vest. Handig. Ik zag hem op de UV aankomen. Snel pakken. Het scheelt al best veel, Ballistic Vest. Het scheelt serieus veel. Hier naar boven. Even kijken waar die enemies zitten. Eentje. Ik ben altijd bang dat je gesniped als ik hier kijk. Dat daar mensen zitten snipen. Gewoon weer naar de overkant. Weet je wel, we lopen even via die kant. Misschien komen ze dan tegemoet. Meenie, ik zie... Oh, dat was hier boven mij. Daar ben ik dan te laat voor. Ik zie echt geen enemies, jongens. Ik rem eigenlijk helemaal de pleuris en er komt niemand tegen. Snap. Oh, pas op. Daar zag ik al. Dat is geen goed teken. Dat wil dus zeggen dat ik daar ook dood ga door een van die deadstreaks. Vrijwel zeker. Hier kijken, want die kunnen ze spawnen. Yep. Spawn trappen hier en daar moet kunnen toch? Yep. Kom op. Ha, dit is zo lelijk hè. 17-0. 18-0. Ik vind het best triest. Weet je wel, wacht even dat teammates een beetje bijkomen. Ik loop al weg, want anders ben ik best wel sad. Heel tot op één zo'n plek zijn spawn killen. Hoppakee, 10.000. Wat heb ik nou weer?
Slide of hand, dikke shit. Niet dat ik iets op punten heb, ik heb er helemaal niks aan. Zie niks. Ik schiet heel vaak door dingen heen, dat valt jullie misschien ook al op. En dat doe ik omdat de enemies mij dan misschien niet kunnen zien en ik weet waar zij staan. En dat is eigenlijk het idee waarom ik heel vaak door materiaal in schiet. En in dit spel kan dat ook. Dat is het leuke aan dit spel. Je kunt overal zo makkelijk doorheen schieten. En loopt daar mijn teammate? Daar loopt mijn teammate. Enemies rechts. Yep, daar was te verwachten. Zullen dan nog wel blijven spawnen? Toch oppassen. Ze kunnen ook nog steeds bij B komen. Dan schieten ze me daar in mijn rug. Dus dat is niet leuk. Kijk naar beneden. Die zag er iets. Nee toch? Enemy UAV spotted. Serieus, wij hebben zelf niet eens UAV. Nee, niet nu. Come on. Oké, fuck dat. Je mag ze hebben, laat maar. Ik hoef dat niet. Come on. Die enemies komen niet naar mij toe, hè. Ik moet naar hun te komen. Dan zitten ze met z'n drieën. Ik ben echt niet gek. Ik wil Moab, maar zoveel haast heb ik ook niet. En dat was een leuke kill. Gewoon random een beetje sprayen. Gotcha! Ik werd nog gesniped, hè. Oh, jezus. Dankjewel voor die Ballistic Vest. Echt. Als die team mij die Ballistic Vest niet had gegeven en dat zit vast. Had ik sowieso nou geen Moab gehad. Oké, waar zit daar? Daar zit iets. Oké. We gaan nou, als ik dood ga, pak ik zijn machine gun. En dan proberen we gewoon zijn machine gun nog shit te halen. Die keer had ik ook een Ballistic Vest. Oeh, in mijn rug ook. Ja, we gaan ook zijn machine gun runnen. In ieder geval sowieso de volgende video pak ik zijn machine gun. Maakt niet uit wat, maar gewoon dat ik wat sneller beweeg. En ik vind dat je hier met de assault trouwens veel te traag bent. Daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. Ik heb geen Battlefield 4. Ik zou die eigenlijk wel kopen. Maar het financiële gedeelte bij mij werkt niet mee. Dus helaas. Als je snapt wat ik bedoel. Oh shit. Nee. Ik wil nou niet laggen. Ik wil mensen killen. Woe! Dat was nog vuurwerk. Oh, nee. Wat? Het ding blijft liggen, lol. Ik hoop niet dat daar een lagteek is. We gaan gewoon verder. Die moab hoef ik toch nog niet in te kalen. Ik heb toch niks met die moabs. Hier een hoekje misschien. Hij is dood. Op zich werkt dit ding echt goed met Red Dot. Ik speelde nooit met Red Dot op dit wapen. Nooit. Echt never ever nooit. En nou heb ik hem één keer en ik vind hem op zich wel chill. Misschien moet ik het zelf ook een keer proberen. Een keer wat anders, weet je. Ah, team met de Juke. Juggernaut. Nee. Nou ja. Pak even zijn machine gun. Het maakt me eigenlijk helemaal niet uit dat ik dood ben, weet je. Ik wou eigenlijk best wel dood, zodat ik een ander wapen kon pakken. Alleen dat was wel een leeg moment om dood te gaan. Zo. Trui uit MP7. Alle leuk natuurlijk. Oké, we hebben alweer een kill. Stens ook een eentje hier. Je speelt gelijk anders met de submachine gun. Gewoon omdat je gewoon lekker soepel kan rennen, weet je. Het is niet zo van, kijk, stroef en zo, ik kom niet vooruit. Zit ook achter mij, maar ik ga toch even hier kijken. Ik heb al zo'n eind gelopen. Achter je, maat. Oeh, wat gelukkig. Ik zat vast op die trap. Nee, ik kan er niet af. Derp. Oh, daar enemies. Oh, nee. Ja, what the fuck. Serieus, zat hij precies om het hoekje? Ja, als ik nou geluid had, jongens. Dan had ik dat misschien gehoord. Sowieso, dat is mijn doel voor dit jaar. Gewoon een headset kopen ofzo. Naast de PlayStation 4, want dat komt op 1. Want Call of the Ghost heb ik dan al besteld, dus die krijg ik sowieso. Dan het volgende wat ik ga kopen is de PlayStation 4. En daarna een headset. En die zomaar een headset. Ik heb al een headset in gedachten. En dat is die MLG headset van de Turtle Beach. Ik heb jullie die kennen. Vrij prijzig, maar het is wel echt een beest van een headset. Dus die wil ik gewoon heel graag hebben. Weet je wat ik kalm even vind? Dan zijn we daar weer te laat. Dat zal niet de eerste keer zijn. Kijk maar eens op mijn kanaal terug. Volgens mij was het met Sniper Moab. Die was ik vergeten in te callen. Dat was echt een faal. Kan ik hem nog... Wat? Nee, ik word nog in mijn rug gesniped. Ah. 38-3. Ah. Oh, 43. Ik kan het zeggen. Ik krijg nog kills. Juist. 43-3. Mooi. Nou, we hebben in ieder geval Moabje.
Volgende keer met Submachine Gun spelen vind ik ze zelf iets leuker. Waarschijnlijk ook leuker om te zien. Maar ja. Had ik hem net met de AK trouwens. AK is op zich ook wel geinig. Die zie je toch niet zoveel. En de match zit erop. 43-3. Mo op je. Met de AK-47. En ja. Het is nou zaterdag. Nog een paar dagen te gaan voor Call of the Ghost. En ik weet niet of jullie er zin in hebben. Ik heb er in ieder geval enorm veel zin in. Ik heb hem al bij een vriend gespeeld. Dus ik weet al hoe die is. En hij is gewoon enorm vet. Dus ik kan niet wachten. En ja, ik zie jullie wel weer in mijn volgende video. Dus tot dan en houden we.